De sloop van de Oude Maria-school in Ravenstein is begonnen. Een van de mensen die dinsdagmiddag de eerste sloophandeling mocht doen was Harry van Dijk. Hij probeert al 10 jaar appartementen te krijgen op die plek. En nu kunnen die eindelijk gebouwd worden. Eerder op de dag namen we nog even een kijkje met hem in het oude pand. In de laatste jaren zijn er zoveel mensen naar ons toegekomen van wanneer wordt er nou eens eindelijk een keer gestart. En dat is dan vandaag. Dus ja, dit is een prachtige dag. Van Dijk zit samen met 4 anderen in de stichting Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein. Zij wilden in de oude school en het klooster appartementen voor ouderen. Op de plek van de school is dat nu gelukt. Er komen 15 woningen van Brabant wonen. Je kunt je niet voorstellen dat dit dus in klas was waar ongeveer 20 jongens en meisjes les hebben gekregen. Maar toen zag het er keurig uit natuurlijk. In de loop der tijd was het een beetje vervallen. Dat was ook de reden dat er een nieuwe school is gekomen. En daar hebben ook nog mensen in gewoond. Dat is hier ook nog duidelijk te zien. Een tijdje. Ja, en ja, nu staat het leeg. Is het ergens ook niet heel erg jammer dat dit oude schoolgebouw tegen de vlakte gaat? Ja, dat is natuurlijk. Als je zo kijkt en je ziet dan die tafeltjes nog, de oude tafeltjes van waar jongens en meisjes aan hebben gezeten. Ja, dan doet het toch wel wat als je dat nu weer terugziet. Maar nogmaals, continu in ons achterhoofd, er komt hier prachtig iets voor terug. Het klooster en de voormalige school lijken qua bouwstijl op elkaar. Het nieuwe gebouw ook? Nee, er komt eigenlijk helemaal niks van de Oude Maria School terug. Het is gewoon een compleet nieuw gebouw. Gebouwd volgens deze tijd, met de stenen van deze tijd, de kap van deze tijd. Dus het wordt ja, een stuk kolossaler, dat wel, zeker de kapconstructie. Maar om het te vergelijken en te zeggen, wordt het zoiets zoals daar staat het klooster? Nee, beslist niet. De sloop is eind februari klaar. Hierna wordt er met de nieuwbouw begonnen. Het is nog niet bekend wanneer de appartementen worden opgeleverd.